Kijk, we hebben natuurlijk niet allemaal een kapsel zoals dit. Straks bij de oplosser een antwoord op al jouw haarproblemen. Kijk, Adriaan van Dis, Wessel van Diepen, Madonna. Het zijn allemaal heel belangrijke mensen. En hoe zie je dat nou meteen, dat het belangrijke mensen zijn? Ze hebben allemaal een baardje. De vraag die Fons en ik deze week kregen is, hoe moet ik mij scheren? Nou, dat is heel simpel. Kom mee. Maar belangrijker is natuurlijk, in verband met het verhaal wat ik net verteld heb, moet ik mij wel scheren. Hè? Vind je hiervan? Sexy, sexy, 3 dagen baardje en toch net geen baardje. Vind je hiervan? Druk, druk, druk. Ik heb geen tijd om te scheren. Ik ben een belangrijk baardje. Hè? Maar algeheel belangrijk, ga maar zetten, knop, is natuurlijk de gehele aangezicht, het profiel van het gelaat. En dan is ineens elk haartje belangrijk. Bijvoorbeeld het irritante neushaartje. Doen we dan? Dan hebben we nog het verdwaalde okselhaartje. Armpje op. Helemaal hier. En dan hebben we nog de grote groep op de thuisbasis gaan we wegschoeien. Wel even een raampje opzetten, stinkt een beetje. Dan hebben we nog, en dat is voor de dames, die weten dat we het meestal perfect weg te camoufleren. Het dons op de bovenlip doen we zo. Even omvouwen, nietje erin, geen punt. Voor de heren hebben we meestal het verdwaalde haar op de rug. En pakken we dat om en zit het hier. Prima, goed. Dan zijn er nog steeds mensen en die hebben geen haar op de plekken waar ze wel liever haar gehad hadden willen hebben. Dan is daar één middel voor en het werkt altijd. Zijn er nog steeds mensen die vragen ons, Fons en mij, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat Close Harmony is. Nou, gaan we ook even oplossen. Close Harmony is dit.